Deze beschouwing. die gaat oh, is ge geïnspireerd. door iets wat ik net lees. in het Algemeen Dagblad. En daar ben ik opgekomen vanwege een post op Facebook. Het is vandaag 12 september. 2019. En D66, een partij waarvan ik al langer heb verteld. Al eerder heb verteld dat het een hele gevaarlijke club is. En die mensen die moeten gestopt worden. Die maken Nederland kapot. Ik heb er geen andere woorden voor. Dus, uh, het, het is het kenmerk van de idioterie dat de idioot denkt dat hij overal verstand van heeft. En op basis van nul verstand. Gaan ze mensen dingen verbieden? En ze zijn helemaal gek geworden bij D66. Als ik de koning van Nederland was, had ik die hele partij verboden. Als ik de koning van Nederland was, had ik gezegd dat mensen die namens de regering iets willen zeggen over het milieu, minimaal moeten weten van dingen zoals de koolstofcyclus en de stikstofcyclus. Want de koolstofcyclus en de stikstofcyclus. Dat zijn um, biologische cycli. En als je die kapot maakt, dan maak je de natuur kapot. En als je de natuur kapot maakt, dan maak je de mens kapot. Dan wil ik niet zeggen dat D66 bezig is om de natuur kapot te maken. Maar ze doen wel de stikstofcyclus even tot een probleem bestempelen. En dan gaat het toch wat kapot. D66 zou ook typisch een partij zijn die ervoor is om uh, stikstofoxide en alamaas op te gaan slaan in zoutmijnen. Want het is een voedingsstof voor planten en daar houdt D66 niet van. Het is, te, het is te gek voor woorden. Eerder hebben we dat gehad met Jan Terlaou, die is ook van D66, en die wil de, de Hemweg-centrale in Amsterdam sluiten. Want die produceert koolstofdioxide. Terwijl ze in het Westland daar zitten ze te springen om koolstofdioxide. Maar Jan Terlouw, die man, die man is gek. Die, die mentaal niet. Hij is dus niet. Kijk, André van Duin. die doet gek. Hè? Die hangt er maar lood uit. Maar Jan Terlouw. dat is een gevaarlijke gek. Hij weet. dat het Westland zit te springen. om koolstofdioxide. Dat weet hij. En wat hij moet regelen. als hij niet wil dat die koolstofdioxide. daar in Amsterdam. aan de hemweg. in de atmosfeer komt. Een pijpleiding naar het Westland, natuurlijk. En ja, dan moet de A4 maar een tijdje dicht. Of de nachtelijke dingen of zo. Ja? Of de A4 mag open blijven. En dan gaan we boren onder de A4. Dat kan ook. En dan moet je maar over na gaan denken. En dan vraag je de koninklijke haskoning maar voor. En trouwens, er licht dacht ik, al een pijpleiding vanuit Amsterdam naar het Westland. Het enige is dat die misschien wat breder moet, of dat er onder hogere drukte CO2 geblazen moet worden, zeg maar. Nee, meneer Terlao, die wil het hele ding dicht. En dat het Westland vervolgens geen uh, CO2 krijgt, dat is het probleem van het Westland. En dan moeten die tuiners in het Westland, die moeten dan maar diesel kopen en dan die diesel gaan verbranden en daar dan een eigen CO2 maken en daar maar de kassen mee gaan bemesten. Jan Terlouw is een gevaarlijke gek. En zijn, zijn partij bestaat uit gevaarlijke gekken. Ik vind het, ja, ik word er ongelooflijk zagrijnig en opgewonden van. Want ik hou van Nederland. Wij zijn qua landbouwproductie zijn wij zo geniaal dat wij in de top 10 van de wereld zitten qua export. Zo geniaal zijn wij met onze landbouw en veeteelt. En wat wil D66? Die wil de veeteelt halveren. Zo'n idee, daar komt alleen een gevaarlijke gek of een gevaarlijke gekkenpartij mee. Kijk, als je geen landbouw en veeteelt hebt, wat gaan mensen dan eten? De gesmolten ijskappen likken? Het overgewaarde woestijnzand uit de oven met een sausje van graniet. Wij zijn netto exporteur van landbouw- en veeteeltproducten. Dit is een exportindustrie. En D66 gaat hij even kapot maken. Laat het goed op je inzinken. Als jij iemand kent in jouw omgeving die D66 stemt, laat hem deze uitzending luisteren. En die vorige uitzending, waarin ik Jan Terlouw uh, die over de CO2 van de Hemwegcentrale begint, helemaal fileer. Dit is gevaarlijk. Dit zijn geen grapjes meer. Als D66 ze zin krijgt. en je geeft ze hiermee hun zin. dan, dan, dan is het einde zoek. Even voor de duidelijkheid: er is geen enkel probleem. met koolstofdioxide. En er is geen enkel probleem met stikstofoxide. Niet bij mijn weten. Jij kan, als je over CO2 die uitspraak van mij wil verifiëren, moet jij het lef nemen. Moet je naar Google gaan. Moet je intypen: CO2 broeikaseffect experiment. Enter. Vooral dat woord experiment. Kijk, als je intypt, intypt CO2, eh, broeikaseffect theorieën. Ja, dan krijg je 20.000 pagina's. Maar dat is geouwe hoer. Maar nu het experiment. En het experiment is super simpel. Dat is namelijk, je neemt twee identieke vaten van licht en UV doorlatend. Dus een lichte UV is ook zeg maar licht, dus het moet heel goed zonlicht kunnen doorlaten. Nou, dat kan je zo kopen. Maak je twee containers van, die zijn dus helemaal doorzichtig in die ene container. Daar doe je atmosferische lucht met 0,03% CO2. En in die andere doe je atmosferische lucht met 0,04% CO2. En bij de containers, daar doe je een temperatuurmeter in. Die containers zijn identiek. Die zet je naast elkaar op dezelfde locatie, ergens in een weiland, maakt me niet uit. Ergens waar de zon schijnt. En laat we maar zien dat de temperatuur in dat vat met 0,04% CO2, dat dat sterker stijgt dan in het vat met 0,03% CO2. Dat is het experiment. En wat kost dat experiment? Helemaal niks. Vergeleken bij andere experimenten. Het kost je helemaal niks. Dan kost je alles bij elkaar, inclusief uh, vervoerskosten. Dus ik, ik regel het voor je voor 10.000 euro. Dat krijg ik voor elkaar. Zo moeilijk is dat niet. Wat, wat moet ik hebben? Ik, ik moet wat plaat uh, plexiglas hebben. Van het juiste materiaal natuurlijk, UV-doorlatende perspex of zo. Ik moet een bedrijf hebben die daar uh, ja, zes van die platen op elkaar weet te lijmen. En ik moet uh, ja, dan ook nog iets uh, mengen met CO2. Nou, laten we uitgaan dat de kosten van zo'n vat te maken dat we dat doen voor 500 euro per vat. Dus dat is een euro. Hebben we nog wat transportkosten? Hebben we allemaal bij elkaar 1500 euro. Nou, dan hebben we nog nodig die CO2. Nou, dat lijkt me dat je dat bij hoekloos zo kan krijgen. 100 CO2. Hè? Nou, en dan moet je in het ene vat een klein beetje CO2 doen. Of dat is zeg maar de normale hoeveelheid. En in een andere vat doe je dan. Stel ik in een vat hebt van een kub. Um, ja, dan moet er dan een heel klein beetje CO2 erbij. Echt wel heel weinig. Ja, wat zeg ik trouwens bij hoekloos? Je, je koopt gewoon. Je hebt van, uh, als je een BB gun hebt, heb je toch van die CO2-patronen? Nou, zo'n patroon moet je hebben. En dan niet te veel erin. Want je hebt het over een stijging van 0,03 procent tot 0,04 procent. Dus er ook nog een beetje CO2 moet erbij. Nou en wat heb je nog meer nodig? Nou in dat vat moet een temperatuurmeter zitten. En die temperatuurmeter die moet uh, makkelijk uit te lezen zijn. Nou dan ga ik hier naar radio piet elektronica. Daar heb ik al geïnformeerd want ik ben bezig met iets anders, met een experimentje op te zetten. En dan krijg je een, een Arduino, dat is zo'n handige hobbycomputer. En die leest elektronische data uit van dingetjes. Nou, een Arduino die kost je 70 euro inclusief kastje. Heb je nog van die sensoren nodig? Heb je er twee van nodig? Nou, zeg maar 70 euro per sensor. Veel te veel ingeschat, maar inclusief montage. Laten nou, we zeggen, die hele CO2-metingstoestand. Of de temperatuurmetingstoestand. Laten nou, we zeggen, 300 euro. Ja, en dan moet het nog even ingeregeld worden. En ik zou het wel fijn vinden dat je die Arduino kan uitlezen met een USB. En dan, uh, dan is het die twee temperaturen in de gaten houden van die twee vaten. En de temperatuur in het vat met de CO2 erin, de extra CO2, Ja, die moet dus meer gaan stijgen. En dan gaan we kijken naar hoeveel dat meer stijgt. Wat denk jij dat de uitslag zal zijn van dat experiment? Nou, de uitslag zal zijn dat de temperatuur. Uh, in het CO2-vat niet belangrijk, significant, sterker stijgt dan in dat vat met een uh, 0,03% CO2. Natuurlijk niet. Hoe kom je erbij? Dus wordt dat experiment niet gedaan? Zal, dus het, zal ik het nog een keer even goed samenvatten? Je hebt dus alleen maar nodig twee vaten. Die hoeft niet per se rond te zijn. Die mogen ook uh, uh, de vorm hebben van een kubus of een balk. Ja. En die moet je netjes luchtdicht lucht dicht hebben natuurlijk, want anders dan kan de CO2 eruit waaien. En uh, in allebei doe je gewone atmosferische lucht. En in die ene doe je het equivalent van wat is dat een 0,01% CO2 doe je erbij. Nou, dan moet je even uitrekenen hoeveel CO2 dat is. Dat is echt niet veel. En dat hele kleine beetje CO2 moet je erbij doen. Nou, die temperatuursmeters moet je dus aan de binnenkant van die vaten monteren. Dat lijkt me wel zo eerlijk, want ik heb echt die lucht Temperatuur meet. En niet de temperatuur van die wand. Maar echt de luchttemperatuur. En... Ja, en daar komen dus uh, twee, uh, twee keer twee draadjes uit. Lijkt mij. En die moeten dan in die Arduino, zo'n hobbycomputer. En daar heb je wat software, die kan je zo downloaden van internet. En die logt die temperaturen. En die schrijft ze dan ergens op een SD-kaartje. Nou, dat kan ook, hoef je geen USB te hebben. Schrijf gewoon op die SD-kaart. Maar USB is wel makkelijker. En dan met een eenvoudige PC lees je het allemaal uit, maak je grafiekje. En dan een statistische toets eroverheen. Uh, of je inderdaad kan zien dat in het vat waarin de extra CO2 zit, dat daarin de temperatuur aanmerkelijk sterker stijgt is dus niet te meten dat effect. Want het effect is er helemaal niet. Ja, in je dromen. Broer, het is vastgesteld dat mensen aan het einde van de dag, dan zijn ze wat korter dan als ze s'morgens opstaan. Ja, maar dat betekent niet dat je aan het einde van de dag andere, andere kleding aan moet. <laughs> Heel klein effect. Heel klein beetje. Maar je bent aan het einde van de dag ben je iets korter dan s'morgens vroeg. Ja, dat klopt. Tenminste, als je de hele dag gestaan hebt. Hè. Er zijn effecten, en die zijn er wel, maar die zijn zo miniem. Die kan je niet meten. Nou, en als dus die twee vaten niet aanzienlijk van temperatuur gaan verschillen na enige tijd dat de zon geschenen heeft, waarom zou je dan aannemen dat hele grote vaten dat dan wel gaan doen? Nee. En waarom zou je dan aannemen dat een heel groot vat, namelijk de atmosfeer van de aarde, dat die het wel zou doen. Toch? En nu bedenk ik ook in ene dat... Ja, je hebt tuinders en die... Dat dus kan nog goedkoper. Je, neemt, je maakt een deal met een tuinder... want die tuinders in het Westland... die bemesten hun kassen met CO2... Maar dan gaan ze weg heel hoog, qua CO2. Maar stel je doet, een heel klein beetje, je spreekt er met zo'n tuin eraf, een heel klein beetje CO2 erbij. Niet te veel, niet te veel, niet te veel. En dan zou die ene kas met die CO2 erin, die zou dus warmer moeten worden dan die andere kas. Uh, zo'n experiment is zo makkelijk te doen. En waarom vind je dat niet op internet? Nou, omdat het effect zo ongelooflijk miniem is dat. Een experiment dat zou aantonen. En dan zou iedereen zeggen: Jeetje, wat een onzin, dat klimaatakkoord van Parijs. Ja, dan betalen we die belasting ook niet. Ja, en waar moeten die lui dan van leven? Die altijd leven van ons belastinggeld? Die hebben dan geen inkomsten meer. En daarom vind je op internet niet het CO2-verwarmingsexperiment. Echt niet. Ik heb laatst gekeken over de mail en dat was van Wim. Wim Kruidertaan. Die heeft zich ook in die CO2 gedings. -ge en wanneer heb ik dat verstuurd? Oh ja, we gisteren verstuurd. En die is een man en die neemt een deel aan onze CO2 discussie en die man, ik neem aan dat de man is hij zit een beetje anoniem erin met uh, alleen maar D. Hij heet D van Dirk. Nou ja. En dan heeft hij het over een fenomeen. En dat heet De daadwerkelijke natuurkunde achter de CO2-gedreven klimaattheorie. Ergens in zijn verhaal. Hij heeft een vrij lang stuk uh, geschreven. En daar heb ik het uitgehaald. Dit is dus een term: De daadwerkelijke natuurkunde achter de CO2-gedreven klimaattheorie. Dat heet een descriptie. Dat is een filosofisch begrip. Dus het is kennelijk iets. Nou, Ik heb die man dan. Uh, ik heb dus gereageerd naar de hele club. Ja, nou, ze vieren zijn we maar, maar goed. Hè? Even gezegd. En, uh, kom maar op. Doe me de info. Denk jij dat ik die info ga krijgen? Nee, natuurlijk niet. Die info is er helemaal niet. Doodmoe worden van. Ik vind het erg hoor. Allemaal liegende mensen. Het oude hoort maar wat. Dat doe je toch niet. Leugenachtig. En deze meneer D. Ik bedoel, we zijn nu één dag verder. Dus hij heeft kennelijk, uh, ja, ik ga hem dus vandaag weer een mail sturen van, uh, ben je, heb je het al gevonden? Die meneer D. Die, die heeft het over de daadwerkelijke natuurkunde achter de CO2 gedreven klimaattheorie. Ja, uh, kom dan, kom dan op. Uh, als die persoon aan mij zou vragen, hoe moet je dan bepalen of het broeikaseffect... Uh, Werkt. En wat, uh, wat uh, de mate is. Ik wil graag een grafiek zien. Hè? Bij zoveel procent CO2 heb je zoveel broeikaseffect. In de zin van... Uh, dan wordt het zoveel warmer in de atmosfeer. Eh? Gewoon een grafiekje. Ja. Dat zou ik willen zien. En ik kan zo uitleggen hoe je dat dus moet doen. Dat heb ik net gedaan. Zes platen perspex. En dat keer twee. heb je twee... Uh, nou, twee vaten zeg maar. Nou, atmosferische lucht nou, die is gewoon buiten, dus dat is vrij simpel. Die heeft momenteel 0,04% CO2. Laten we daar maar vanuit gaan. Dat is prima. Hè? En dan doen we daar een beetje CO2 bij. In die ene. En we meten de temperatuur van de lucht die erin zit. En voor er rest niks. En je kan nog zeggen, nou, dan moet je dat in een laboratorium doen met uh, gecalibreerde UV-lampen. Uh, uh, UV nou, dat wordt heel moeilijk. Ik zeg, dat moet je helemaal niet doen. Het CO2-effect, maar dat broeikaseffect moet ik zeggen, dat, dat, dat is toch overal? Die, dingen, die, die twee vaten, die kan je buiten neerzetten. Die kan je bij iemand op het balkon zetten. Ik zou het doen bij mij op het balkon. Of bij Wim Kruidentuin in zijn tuin. Hij heeft een mooie tuin en uh, die ligt op het noorden, maar achterin heeft hij zon. Nou, doe je het aan zijn voorkant, uh, aan zijn voortuintje. Zet je twee van die vaten neer. En, en dan moeten ze aan die Arduino uh, even een kabeltje dat de hele boel naar binnen kan. En Wim heeft twee laptops. Dus hij kan zo die data uitlezen. En ik had het over 10.000 euro, wat de totale uh, onderzoekskosten zouden zijn. En wat ik net opgedreund heb, nou, ik kwam nog niet aan de 2.000 euro, dacht ik. Dus ik denk dan uh, iets van 3000 euro voor mij, omdat ik het allemaal verzonnen heb. En dan nog uh, 1000 euro voor Wim, omdat hij dan zijn tuin ter beschikking stelt. En ik zou zeggen uh, 3000 euro voor een buurtfeest. Want uh, ja, het geeft natuurlijk wel dat de buurt heeft dan een hele tijd twee van die hele rare kassen in de voortuin staan van Wim Kruidertuin. En daar nou, krijgen mensen misschien toch een beetje emotionele schade van. Van, gaat de hele wijk zo veranderen? En daar heb ik vragen over? Dus dan doen we een buurtfeest met een barbecue en twee vaten Heinekenbier. 5000 euro. Ja, die 10.000 euro moet erop. Stelletje, <laughs> mafketels. Ik ga vandaag nog een mailtje sturen naar die meneer D. en al zijn vrienden hoor. Maar dan, nou begint D66. Uh, dat dat CO2-ding, dat hebben ze dus lekker laten. Hè? Dat, dat loopt nu lekker om het Westland helemaal kapot te maken zo. En nu gaan ze de pijlen direct weer richten en hebben, gebruiken ze stikstofoxide. Ja, maar lieve mensen. Kijk, stikstofoxide. Om te beginnen, de atmosfeer bestaat voor 80% uit stikstof. Aan die stikstof, dat heet ook wel atomaire stikstof, N2, daar heeft de natuur niks aan. De planten hebben er niks aan. Er zijn bepaalde bacteriën. En die kunnen die stikstof binden. En dan maken ze daar. Uh, bijvoorbeeld ammonia van. NH3. Ammonia, dat moet je kennen. Schoonmaakmiddel. Die ammonia. die kan je verbranden. En dan krijg je nitraat of nitriet. Dat laatste, dat zijn zouten. Die komen dan in de vorm van zouten. Calciumnitriet, kaliumnitriet, zeg het maar. Dat zijn meststoffen voor planten. Dat is een gebruik geweest om... Dat was met name dan, ik dacht in Zuid-Amerika. Daar heb je eilanden waar heel erg veel van die zeevogels zitten. En die gaan overdag allemaal vissen, want die hebben geen EU-regels daar. Dus die zeevogels, die vissen zich helemaal scheel. Jan van Genten en zo. En dan hebben die zeevogels echt zo'n hele volle buik van al die vers gevangen vis. En dan denken ze, ik moet een beetje poepen. Ik moet een beetje poepen. En die zeevogels, die hebben geen toiletten. Nee, die schijten gewoon op de rossen. Ja, <laughs> En er zitten dus die hele rotsen, ze scheiden echt het hele eiland onder. Dat is verschrikkelijk. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Ze zijn uh, lekker met de boot naar die eilanden toe gegaan. En met de schep zijn ze uh, die uh, zeevogelstront gaan scheppen, ja, die barst van de stikstof. En met die zeevogelstront uh, dat zijn ze op het land uit gaan strooien. Ja, dat is een meststof. Planten vinden het heerlijk. Kijk, wij houden niet van meeuwenpoep. Zeker niet als het ligt op je nieuwe Mazda 626 met die elektromotor. Maar planten houden wel van vogelpoep, want er zit stikstof in. En dan niet atomaire stikstof, nee, nitriet en nitraat. Punt. Einde verhaal. En wat denkt D66? Oh, mooi. Oh, behalve koolstofdioxide hebben planten ook nut bij nitraat en nitriet. Oh, dan gaan we dat ook verbieden. Die mensen bij D66 zijn gevaarlijk gek. En dan hebben ze ook nog. De idioterie is echt te erg voor woorden. Ik heb het artikel in het AD gelezen. En dan zeggen ze dat die intensieve veehouderij. die moet maar verplaatsen naar andere regio's. Punt 1. Welke regio's dan? Spanje? Afrika? Ja. En mijn tweede vraag is. waarom? De stikstofoxideproductie. Die gaat mondiaal gesproken daar niet op achteruit als je de intensieve veehouderij van Nederland verplaatst naar Turkije. Mondiaal blijft de emissie van stikstofoxide precies hetzelfde. Het enige wat je hebt bereikt is je hebt de economie van Nederland een hele gevoelige klap toegebracht. En dan zit Jan Terlouw. Die zit te gniffelen. Ja, en voordat ik doodga, sleur ik zoveel mogelijk van de economie van Nederland mee. Ik ben gelijk Samson uit het Oude Testament. Oh ja, en trouwens, Jan Terlouw mag niet gecremeerd worden, hè? Dat geeft namelijk nou CO2. Dus als Jan Terlouw overlijdt. Dan, uh, dan gaan we zijn uh, stoffelijk overschotten, dat doen we in een zoutmijn. Op kosten van D66 natuurlijk. En hij mag niet met de auto worden vervoerd naar die zoutmijn. Nee, dat moeten D66-stemmers, die moeten te voet gaan lopen. Er zijn die mensen mee bezig, die zijn hartstikke gek man. Toch? Een beetje de Nederlandse economie naar de rats helpen? Wij zijn in de top 10 van de landen. Uh, die landbouwproducten, landbouwvetenproducten, exporteren. Daar kunnen wij trots op zijn. Mensen komen van heinde en verre naar de landbouwhogeschool of wat er van over is. Uh, komen ze hier naartoe om te studeren? Iedereen wil weten hoe wij dat doen. En D66 die gaat even zeggen: Nou, dat was vroeger. Maar we gaan het allemaal verbieden. En we gaan die hele technologie die gaan we, gaan we weggooien. Want wij vinden dat leuk. En schandalig. En dan produceren wij nitraat en nitriet. Dat, dat is al best. He? Het verkeer produceert dat ook, by the way. He? Dus in verbrandingsmotoren, hoge temperaturen, hoge druk. Want in principe, als je een vuurtje stookt, krijg je geen NOx. Dus NO of NO2. He? krijg je niet van een vuurtje. Maar onder hoge druk, bij een wat hogere temperatuur, kan je dat wel degelijk krijgen. He? Kijk, wat bacteriën kunnen. Dat verhaal heb ik nog niet verteld, maar als jij hele arme grond hebt waar geen nitriet en nitraat in zit. dan groeit er ook met moeite maar planten. Bepaalde planten kunnen dat tegen, En die zijn op een of andere manier in staat om de stikstof uit de atmosfeer te binden. Nou, één zo'n plant is klaver. Bekend van klavertje 4, hè? dat klaverplantje. En die heeft een symbiose met een bacterie, en die bacterie die zit in de wortel van de klaver. Daar viert hij feest, want ja, die leeft van die klaver. Het is een symbiose. Dus die klaver die gebruikt die, de excrementen van die bacterie. Dat zijn nitriet en nitraat. Of alleen nitriet, weet ik niet. Maar dat gebruikt die plant en die bacterie die gebruikt weer wat van die klaver. Het is wel een samenwerking. Dus dat de atomaire stikstof uit de atmosfeer wordt gebonden tot nitriet en nitraat. Dat is volslagen natuurlijk. En dat er nitriet en nitraat in de atmosfeer komt, dat is helemaal niet erg. En dan, dat wordt namelijk salpeterrugzuur of salpetersuur. En dan niet gelijk in paniek raken, want je hebt het over hele, hele kleine hoeveelheden. Het was toen met die zure regen dat er gezegd werd, werd van niet alleen kijken naar SO2... want dat levert je zwavelluchzuur en zwavelzuur op, H2SO3... En H2SO4. Maar die stikstofoxide die doen het precies hetzelfde. En dan krijg je salpeterrugzuur, en dat is HNO2. En salpeterzuur, dat is HNO3. Dus allebei werden ze meegenomen. Nou, je hoort niks meer van die zure toestanden, toch? Nee, want dat effect dat was er helemaal niet. Dat, dat, op papier kan je daar druk over maken, maar het had geen enkele gevolg. Door de meren in Finland en Zweden. Die zouden helemaal kapot gaan. Ik ben in 2011 nog in Finland geweest. Nou, met die meren, daar is niks aan de hand. Die zitten helemaal vol met vis. Nog maar plantengroei. Eh, nou, kortom, niks, niks, niks aan de hand. Ja, omdat D66 heeft ingegrepen. Nee, hoe kom je erbij? Er zijn industrieën, met name industrieën in Engeland, die zijn, die zijn platgelegd, stilgelegd. En heel economische schade. zeker. Maar je gaat mij niet vertellen dat daardoor de meren in Scandinavië gered zijn. Er is helemaal geen enkel bewijs voor. Dat is weer gespeculerende ruimte. Snap je? En het lijkt mij dus een prima idee om dat de hele discussie over dit soort dingen, van moeten we nou wat gaan doen aan stikstofoxide, om dat te laten plaatsvinden door mensen met verstand van de materie. Mensen zoals ik. Punt. Daar wil ik niet arrogant overkomen, maar ik heb meer verstand van NOx <kacht> dan die jokers bij D66. He, en ook dingen als de zeespiegelstijging, waar D66 dan ook helemaal over in zijn broek piest. Het, die, de zeespiegelstijging is al. Dat is een fenomeen en dat is, voor het, dat is, ja, dat is geconstateerd tijdens de 20e eeuw. Het gaat namelijk met een gemiddelde snelheid van 1,7 millimeter per jaar. Dus in de afgelopen 100 jaar is het 17 centimeter gestegen. Dat merkt niemand. Daar hebben wij geen last van. Terwijl het overgrote deel van Nederland. het ligt onder de zeespiegel. Of, nou, niet eens het overgrote deel, denk ik. Maar een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Misschien wel 40 procent, 30 procent. Ik woon in Arnhem, ik zit 11 meter boven de zeespiegel. Ja, mij zal niks overkomen. En die Al Gore, die man met zijn ongemakkelijke waarheidsboek. Die zei wel, ja, Nederland, het uh, verandert helemaal. En uh, wat ze nu dan hebben bij Zandvoort, dat hebben ze straks alleen nog maar bij Amersfoort. Dat is onzin. Verschrikkelijke onzin. Je hoeft maar te kijken, ik ga maar naar Zandvoort toe. Kijk maar hoe hoog die duinen zijn. En heb je het over Almere, dat ligt vijf meter onder de zeespiegel. Nou, daar zou je je dan zorgen moeten gaan maken. Maar ga maar kijken naar die dijken. Die dijken die zijn hoog genoeg om nog een aantal millimeter zeespiegelstijging te kunnen verdragen. Hoog genoeg. Dus er is helemaal niks aan de hand. Maar als er helemaal niks aan de hand is, dan uh, we hebben we geen reden om het volk uh, angst aan te jagen. En uh, dat is dan niet naar de wens van ik weet niet wie niet, maar iemand die vindt dat nou helemaal niet leuk. En dan gaat hij weer zoiets verzinnen als hè? onzin. Ik vind het heel erg dat. Uh... Ik vind het heel zielig voor ons Nederlanders dat wij opgescheept zitten met dit soort angstprofessoren. Professoren in de ik-weet-het-niet-kunde. Je denkt toch niet dat Jan Terlouw het maar tien minuten volhoudt in één kamer met mij met een camera erbij. En ja, ik ben bereid om voorafgaand aan zo'n overeenkomstgesprek dat ik me even zal scheren. En dan doe ik een schone onderbroek aan, schone sokken, mijn beste spijkerbroek. Ik heb er toch maar één die goed past. En, en dan ben ik, uh, ben ik daar, ja? En Jan Terlouw mag gewoon je en jij zeggen tegen mij. Ook al ben ik zijn meerdere als het gaat over klimaatkunde. En biologie en toxicologie en... Eh? Hij mag gewoon je en jij zeggen tegen mij. Ik zal hem met respect behandelen. En duidelijk maken dat die man eh, met zijn hemwegcentrale, dat was Jan Lauwe. dat hij het aan de verkeerde kant van de boom zit te blaffen. Hij moet het hebben over die CO2, eh, wat een grondstof is voor de tuinbouw. Dat die CO2, die moet dus door pijpleidingen naar het Westland en, en ze liggen er al. En misschien niet vanuit Amsterdam het zou kunnen. Maar doe er wat aan. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Wat is dat nou? En anders moet. Ja, ik, ik weet het. Ja, doe er wat aan. Ga praten met die tuinders. Die kunnen wel wat met die CO2. En laat je die CO2 gewoon los in de atmosfeer, dan is er ook nog helemaal geen probleem. Want het broeikaseffect is nog nooit aangetoond. Dus. En ja, het, wordt, het is in de 20e eeuw is het warmer geworden op de aarde. Ja, dat klopt. Niet 20 graden of zo. Ik weet niet eens wat het gemiddeld is. Wat ze de... ja, ja, dat is ook zoiets. De, allemaal hele onduidelijke grafiekjes. Maar, de, maar helemaal niet eens een... Ja, ik zou graag een lineaire trend willen zien. Gewoon puur lineair. En dan niet te beginnen in het jaar 1900. Nee, te beginnen in het jaar nul. Wij meten al temperatuur sinds het jaar nul. Met, de biologen kunnen namelijk wat zeggen over de temperatuur in het jaar nul, met fossielen. Kunnen ze uitspraken over doen? Ja, neem dat even mee, gooi die hele trend eroverheen. Pletter hem op het internet, dat iedereen het kan zien. Maak de, laat daar dan de consensus over zijn: van dit zijn de gemiddelde mondiale temperaturen over de afgelopen 2000 jaar. Dan kan voor de rest iedereen zijn mond houden. Een vraag van mij en Jan Terlouw zou zijn: waarom heeft het IPCC, waarom hebben ze die mondiale temperatuurdata allemaal weggegooid? Want dat hebben ze gedaan. Ze hebben zich eerst in allemaal bochten gevrongen om van iedereen, de, alle landen, alle regio's, die, die temperaturen te krijgen. Historische temperaturen. En toen ze alles verzameld hadden, toen hebben ze de, 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 moord en brand gegeld. Van oh, we gaan helemaal fout, helemaal fout. En er waren de mensen die zeiden: van nou, mogen wij de gegevens even zien? Toen zeiden ze: ja, dat mag wel, maar dat kan niet. Want we hebben ze weggegooid. Alle gegevens. Waarom? Dan mag Jan Terlouw daar antwoord op geven. En die vraag die wil ik best van tevoren op papier aan hem doorgeven, zodat hij zich kan voorbereiden. Kan hij even bellen met het IPCC? Het Intergovernementele Panel on Climate Change. Nee, het is heel vervelend voor ons als Nederland, want wij zijn de hele tijd de bok. Hè? Ik weet niet of je dat opvalt. Donald Trump die heeft tegen die jongens van Parijs met het klimaatakkoord gezegd: Nou, wij doen niet mee. Wat dacht je daarvan? Doei. Als jullie geld uit willen geven aan idioterie, moet je lekker zelf weten, want ik ben niet de baas van Europa. Maar ik doe niet mee. Ja, hadden wij maar zo'n premier? Maar wij zijn mooi de bok. We zijn een van de dichtstbevolkte landen van Europa. Maar moeten dan wel CO2-neutraal zijn. Nee, dichtstbevolkte landen van de wereld. Wij kunnen niet CO2-neutraal zijn. Dat kan niet. Daar zijn we veel te dicht bevolkt voor. Geef ons uh, twee, drie, vier keer het landoppervlak van Nederland. Uh, elders op deze aarde. Die pletteren wij vol met, ja, met, met de zonnetechnologie. En dan niet die moderne technologie met PHV-dingen zo. Dat is allemaal veel te duur, veel te kwetsbaar. Dat moet je niet doen. Gewoon het plan wat ik heb opgesteld: een zonnecollector. Gewoon hitte verzamelen en die hitte laten pompen. En dan produceren wij een hoeveelheid kilowattuur. Wil je helemaal koud van? Nou, dan produceren wij zo ongelooflijk veel kilowattuur per jaar. En dan willen wij daar 10% van terug in de vorm van fossiele brandstoffen, AUB. Ja, of we gaan wat doen aan een elektriciteitsnet en dan, dan kunnen we hier inderdaad allemaal elektrisch gaan rijden. En wij doen die investering wel, want dat is namelijk helemaal normen, niks. Als je het op mijn manier doet, betaal je helemaal niks voor zo'n zonnekrachtcentrale. En dan krijg je zowel overdag als s'nachts uh, komt daar. Uh, uh, ja, ongelooflijk hoeveel het wat komt eruit. Nou, berg je maar als Marokko zijnde, wat ga je met al die wat doen? Je moet als een sodometer op een koperen draad worden gezet en dan naar Spanje toe. Ga je daar maar druk over maken. Of je doet dat niet en dan maak je van elektra, maak je elektra waterstofgas. Dat kan je ook doen. De elektriciteit en water erbij, dan, dan maak je waterstofgas mee. En dat waterstofgas, dat moet je dan in tanks doen, dat kan ook. En dan transporteer je dat waterstofgas naar Europa toe. Maar voor de hand lijkt mij om dat te doen met elektra. Het ja. kan allebei. Kijk, dan doe je wat uh, zinvols. Maar daar gaat het helemaal niet om. D66 is bezig om de economie van Nederland te tackelen. En dan zeg dat alsjeblieft tegen iemand in jouw buurt die D66 stemt. En maak duidelijk dat dat je ernst is. En dit is. Dit is geen grapje wat die mensen doen. En wat ze dan ook nog doen, want dat staat er dus op het AD. Dat uh, de, de, de landbouw, de veeteelt, met name dan de veeteelt, die, moet, die, die veestapel moet gehalveerd worden. Want anders mogen er geen woningen worden bijgebouwd. Ja, ja. Er mogen wel, ik weet niet hoeveel duizend mensen... ...wekelijks, dagelijks naar Nederland komen. Vanuit Soudaan en Syrië en Kenia en noem het maar op. Dat mag allemaal wel. Maar Nederland mag geen woningen bijbouwen. Ja, ja. Ja, hoe moet het dan met de, met de woningbouw? Waar, waar moeten we wonen, laat ik het zo zeggen? Waar moeten we dan gaan wonen? Gemene, ik vind D66 echt een gemene partij. Dat zijn mensenhaters. Daar moet een halt aan toegeroepen worden, op een of andere manier. Ik, ik zou niet weten hoe het anders moet. Lijkt mij. Toch? Het is maar wat. Ja, ja. Ik ga er nog maar eens even over nadenken wat we hiermee aan moeten met die D66 mensen. Educatie lijkt mij uh, ja, voor de al. Uh, ja, educatie. Uh, Lesgeven, onderwijs. En ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. En dus als je stikstof verbrandt, als je stikstofoxide maakt, ...ja, dat worden nitriet en nitraten. nitrieten en nitraten. Uiteindelijk. Al wordt het misschien eerst salpeterig zuur en salpeterig maar dan wordt het daarna wordt het nitriet en nitraat. Echt. En dat wordt opgenomen door planten. En die planten zeggen: oké, okay, fijn, lekker. Hmm. En dan gaan planten groeien. That's it. En daar is, dat is alleen maar natuurlijk en ja, meer niet. En dan kan je nog zeggen: want ja, als de NO-concentratie in Nederland te hoog wordt. Dan krijgen we gezondheidseffecten, want dan moet je in de gaten houden. En ook NOx-concentratie mag niet te hoog worden. Dan krijg je daadwerkelijk ademhalingsproblemen. Maar dat valt reuze mee. Dat is er niet aan de orde. En zeker als je het dan hebt over uh, de, de bio-industrie. Die zit niet in de grote steden, dat is op het platteland. En als je ergens in de Noordoostpolder een, uh, een kippenboerderij hebt. en die produceren NO2. De, en NO, oh, geloof me maar. En een uh, andere spul, wat zei ik nou net? Nee, wat zei ik nou? Ammonia. Jazeker. Ja, maar wie heeft er last van? Het waait daar toch de godganse tijd? Nou. Dus uh, die kippen die laten allemaal ongelooflijk veel scheetjes en zo. Maar dat gaat allemaal uh, ja, in de luchtstroming. En tegen de tijd dat die lucht met die NOx erin ter hoogte van Friesland komt, bij de zuidwestenwind, is het alleen maar verdund. In Friesland heeft niemand er last van. Ook niet in, uh, in het noorden van Duitsland. Het noordwesten van Duitsland ook niet, natuurlijk niet. Denemarken ook niet. Als je die hele NOx-emissie midden in het centrum van Amsterdam doet, ja, wordt een ander verhaal. Maar dat is niet aan de orde. Er zit geen intensieve kippenhouderij in het centrum van Amsterdam. Tussen al die gebouwen die allemaal die dampen vasthouden. Daar heb je wel NOx van het verkeer. Dat wel. En dat wordt, dacht ik, netjes gemonsterd, hoor. Dat houden ze heus in de gaten. Dat moet ook wel, dat mag ook wel. Maar in de regel is er niks aan de hand. Ik ben ooit in de jaren zeventig ervoor gekozen om aan milieu te gaan studeren. Ik heb acht jaar lang rondgehangen aan de landbouwuniversiteit, dus Twee uur te lang. Twee uur? Twee jaar te lang, sorry. En een hele hoop geleerd en alles. En een van de dingen die ik geleerd heb, is dat de binnenlucht, dus de lucht in huis, die is gemiddeld vele malen smeriger en verontreinigder, dus, dan de buitenlucht. En toen ik daar achter kwam, toen dacht ik, nou breek mijn klomp. En toen had ik er, nou, daar had ik er geen zin meer in. Daarom ben ik ook niet gaan werken in die hele milieubusiness. Ik denk, dat is onzin. De binnenlucht is smeriger dan de buitenlucht. Punt. En waarom is de binnenlucht smeriger? Nou, omdat we veel te weinig ventileren. En wat moet je er dus aan doen? Je moet tegen mensen zeggen, denk erom dat je net als Perry altijd een raampje open. Bij mij is altijd een raam open. Twee, om CEO'm precies te zijn. Eentje aan de ene kant van mijn woning, ik heb zo'n klein flatje, en eentje aan de andere kant. Ja, ik ben niet gek. Dan krijg je doorstroming namelijk. Als je de ramen openzet aan de één kant van je flat, dan heb je niet echt goede doorstroming. Dan moet je aan twee kanten doen. Ja, maar dat gaat toch te piggy? Ja, dat klopt. Daarom heb ik ook van die raampjes en die doe ik dan een klein beetje open. Dus dan meet ik ook de tocht. Dan heb ik een zomerse dag, nou, dan gaan bij mij de balkondeuren open. En dan heb je dan zo'n uh, zo dag met uh, aan de ene kant van die, uh, dat de zon staat te branden en aan de andere kant het hartstikke koud. En dan kan je echt een enorme tocht hebben. Ja, dan gaan mijn balkondeuren dicht. En dan heb ik altijd nog die bovenlichtjes of bovenraampjes, die heb ik dan open. Die staan dan op een paar centimeter open. Net genoeg. Zeker in de tijd dat ik hier binnen nog rookte. Ik rook nou niet meer, maar ik heb nog steeds mijn raampjes open. Ja, natuurlijk. Al te ventileren. Ik heb een gasfornuis hier in mijn keuken. En nou, als ik dan uh, aan het koken ben. Nou, dan produceer ik NOx. Dat weet ik. Dan krijg je echt toch altijd hoor. Snap je? Maar een beetje ventileren, dan is er verder niks, helemaal niks aan de hand. In D66 moet ophouden. En dat ze ook nog gaan zeggen, of de, veestapel wordt, of de veestapel wordt gehalveerd, of er worden geen woningen meer gebouwd. Dat is regelrechte terroristische dreiging. Dat is gewoon dreigen. De veestapel halveren, dat is killing voor onze economie. En dat je geen woningen bij mag bouwen, dat, dat, dat is heel erg gemeen. Waar moeten die mensen dan gaan wonen? Kijk, Nederlandse vrouwen die krijgen 1,3 kind per vrouw. Dus die zijn niet verantwoordelijk voor de toename van de hoeveelheid Nederlanders. Maar de hoeveelheid Nederlanders stijgt wel. Dat komt dus niet van de Nederlandse vrouwen. Het aantal Nederlanders daalt. Al hele tijd. Maar er komen allemaal mensen van buiten bij. Hier in Arnhem hebben we 30% mensen die, die zijn, zijn geen Nederlanders. Die komen allemaal van buiten. Die moeten er ergens wonen. T66, een gevaarlijke partij. Een gevaarlijke uitspraken. Uh, stop die mensen, alsjeblieft. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.